Slaap bij katten. Welkom bij de Gelukkige Huiskat, het YouTube-kanaal waarin je alles leert over het gedrag van jouw kat. En vandaag ga ik het met jullie hebben over slapen. Slapen en katten. Iedereen vindt dat wel een goede combi, want je ziet katten natuurlijk best wel veel slapen. En dat klopt ook. Gemiddeld slaapt een kat zo'n 10 tot 13 uur per dag. En dat is dan toch al gauw de helft van de 24 uur. Hè? Dus dat is best wel veel. Uiteraard zijn er wel wat individuele verschillen. De een slaapt wat meer dan de ander. Maar over het algemeen zijn katten dus zeg maar goede slapers. Een kat is een carnivoor, een vleeseter. En die jaagt, normaal gesproken, om een prooi te vangen. En dat jagen, dat is echt een enorme energievreter. En ook spel bij katten is dat. Eventjes heel hard rennen om die prooi te vangen. En daarna weer even lekker slapen. Dus dat vraagt veel energie. Dus daarom is er ook veel slaap nodig. En tijdens die slaap kan de kat herstellen en uitrusten, klaar voor de volgende actie. Van nature zijn katten meer actief in de ochtend en in de avond, want dat is het moment waarop hun prooidieren ook actief zijn. Dus ja, dat is de meeste kans om iets te vangen. Maar als je je kat gewoon binnen hebt, dan kan je kat zich ook wel helemaal aanpassen aan het ritme wat jij hebt. Dus dat kan wel een beetje veranderen. Dat hoeft niet per se meer 's ochtends vroeg en 's avonds te zijn. Alhoewel wel veel katten dan toch wel nog wat actiever zijn dan midden op de dag. Dat zie ik ook. Bij mij slapen ze echt tussen de middag, tussen 12 en 3 of zo. Nou, dan hoef je ook niet te proberen met de katten te spelen. Want nee, dan zijn ze gewoon even helemaal oud. Slaap bij kittens. Kitten slapen natuurlijk veel meer dan volwassen katten. De eerste 3 levensweken slapen ze bijna volledig. Behalve op de momenten dat de moeder hun wakker likt om ze te zogen. En ja, die slaap is gewoon nodig om te groeien en te ontwikkelen. En als ze dan wat ouder worden, dan gaan ze minder slapen. Maar nog steeds vindt er een grote ontwikkeling plaats in die slaapperiodes. En daarom is het dus heel belangrijk om kittens, maar ja, eigenlijk ook wel volwassen katten, te laten slapen en niet voortijdig wakker te maken. Niet alleen de lengte van de slaap is belangrijk, maar ook de kwaliteit van de slaap. En dat weet je zelf natuurlijk ook wel. Als je kunt een avond heel laat naar bed gegaan zijn en dan kort slapen en helemaal fit wakker worden. Of je gaat op tijd naar bed, slaapt slecht en bent de volgende dag gebroken. Nou, dat is bij katten natuurlijk net zo. En redenen voor katten om slecht te slapen is bijvoorbeeld stress. Door die stress krijg je veel meer stresshormonen. En die zorgen ervoor dat de kwaliteit van die slaap slechter wordt. En ook dat zo'n kitten dan slechter groeit en ontwikkelt. Daarom is het dus heel belangrijk om kittens als ze slapen gewoon lekker te laten slapen. Dat geldt trouwens ook wel voor volwassen katten. Want ja, ze slapen niet voor niks. Hè? Dus het is gewoon niet goed om ze dan voortijdig wakker te maken. En dat is dus een belangrijke les die je ook aan je kinderen mee moet geven. Als de kat slaapt, dan moet hij gewoon blijven slapen. Zorg daarom ook voor hoge plekken waar katten kunnen liggen, zodat ze zich terug kunnen trekken om te gaan slapen en daar niet gestoord kunnen worden. Katten hebben ook verschillende slaapstadia, net als wij. Ze gaan van het wakkere stadium over in de lichte slaap. En je kunt daarbij soms zien dat katten een beetje zitten te doezelen. Zitten, dus ze zitten te doezelen. Hebben de ogen misschien wel dicht, maar ze zijn nog niet in een diepe slaap. Dat geldt ook, dat doen ze ook liggend natuurlijk. En dan zijn de spieren zijn nog allemaal gespannen. En ze zijn nog echt ze zijn nog wel in een soort van modus dat ze in één keer op kunnen springen als er gevaar dreigt. Of als er een prooi in de buurt komt, dan kunnen ze toch in één keer helemaal startklaar zijn om die te gaan vangen. Van die lichte slaap gaan ze over in de remslaap, net als wij, rapid eye movement, dat je ogen zo snel bewegen.
Dat hebben katten ook. Maar dat is dus een diepe slaap. En tijdens die diepe slaap, dan ontspannen de spieren zich. Dan liggen de meeste katten ook gewoon op hun zij, helemaal ontspannen te slapen. En je kunt bij katten dan ook die ogen zo snel zien bewegen. Of je kunt de snorharen zien bewegen. Of de staart, of de poten. Dan lijkt het alsof ze rennen, maar ze liggen op hun zij. En dat is natuurlijk ook een hele belangrijke slaap, die diepe slaap. En dit is de slaap waarin wij mensen dromen. En we denken dat katten dat ook doen. En vanuit deze diepe slaap ontwaken ze heel langzaam. Ja, en dan begint eigenlijk het hele slaapcyclus weer opnieuw. Ofwel, hij is wakker en gaat een activiteit ondernemen. Katten slapen niet net als wij, zeg maar één keer op een dag. Maar die doen heel veel van dit soort dingen. Ja, wakker worden, lichte slaap, diepe slaap. En dan weer wakker worden, lichte slaap, diepe slaap. Dat herhaalt zich dus een aantal keren per dag. Dat is wel heel anders dan zoals dat bij ons is. De hoeveelheid slaap varieert natuurlijk per kat. Kittens die slapen langer. Seniorkatten slapen ook langer. Dat is natuurlijk logisch. Maar er is nog wel een andere soort slaap, zeg maar, zou ik bijna zeggen. En dat is de geveinsde slaap. Dus doen alsof je slaapt. Er zijn heel veel katten die dat doen. En de oorzaak daarvoor is dat ze toch gestrest zijn. Niet ontspannen genoeg om te slapen. En je kunt dat ook zien, want hun lichaamshouding is ook niet ontspannen. Ze liggen in borstbuikligging of misschien wel in een rondje, maar de kop ligt niet plat op de zij. De oortjes zijn naar voren. De staart ligt stijf, tegen het lichaam aan. En alle spieren zijn dus gespannen. Met hun oren nemen ze nog alles waar en ze horen alles in de omgeving. En de ogen kunnen open zijn, maar ze kunnen ook gesloten zijn. Dus dan lijkt het echt alsof hij slaapt. Maar hij heeft echt alles door wat er in zijn omgeving plaatsvindt. En dat is niet een goed teken. Dus als je ziet dat je kat dat doet, dan moet je gaan kijken van, wat is er dan, wat is er in de omgeving? Voldoe ik wel aan al zijn behoeftes? Wil je weten wat die behoeftes van een kat zijn? Kijk dan op onze website onder download bij de Big 5 voor gelukkige katten. Want daar hebben we een aantal dingen opgeschreven waar je naar kan kijken als je wilt gaan bekijken of je wel in de kat zijn behoeftes voorziet. Dus dat zijn onder andere natuurlijk eten, drinken, kattenbak, krabhalen, lichtplekken en al dat soort dingen. Maar kijk die anders eens een keertje na. Zijn er dingen in de omgang met je kat die misschien niet helemaal goed zijn? Veel eigenaren denken dat hun kat geaaid of geknuffeld wil worden, terwijl dat toch niet zo is. Daar hebben we ook een video over gemaakt, dus kijk die anders even terug. Of is er bijvoorbeeld een stresssituatie buitenshuis die meespeelt, andere katten in je tuin? Of is er de interactie tussen je eigen katten in huis niet goed? Dan, dat zijn eigenlijk allemaal dingen waardoor die kat niet ontspannen genoeg kan zijn om echt te slapen. Waarbij die ook niet andere dingen gaat ondernemen, maar waarbij die dus gaat doen alsof die slaapt. Belangrijk punt. Dus allemaal even goed observeren. Kijken of dat zo is bij jouw kat. En hopelijk is dat natuurlijk niet zo. En ligt jouw kat heerlijk ontspannen rustig te slapen. Een ander puntje wat ik nog even wil benoemen is wanneer jouw kat zijn slaappatroon verandert. Natuurlijk gaat een kitten slaapt veel en dat wordt langzaam minder. En een volwassen kat of een senior kat gaat langzaamaan wel wat meer slapen. Maar toch, als een kat in één keer veel slaapt, kan daar heel goed de medische reden voor zijn. De redenen om meer te gaan slapen of meer te gaan rusten, die zijn echt legio. Te veel om op te noemen. Maar ook bijvoorbeeld minder slapen, dat is, kan ook een medische oorzaak hebben. Denk bijvoorbeeld aan katten met een te snel werkende schildklier of een te hoge bloeddruk of dementie. Die slapen minder
Nou, katten met dementie, die hebben helemaal een ander slaappatroon. Die slapen vaak overdag en zijn al 's nachts in één keer de hele nacht wakker. Maar een kat met een snelwerkende schildklier, ja, die is superactief. Dus die slaapt misschien wel minder. Nou, dat zijn dan natuurlijk wel redenen waarom je even naar de dierenarts moet gaan om dat te laten checken. Want ja, de signalen bij katten die zijn gewoon zo subtiel. Oudere katten, die, ja, wij denken heel vaak... bij een oude kat, ja, die doet gewoon wat minder. Het is zijn leeftijd, maar in heel veel gevallen is er wel een medische reden. En ja, die kan in heel veel gevallen ook gewoon verholpen worden, of in ieder geval ondersteund met medicatie. En dan zul je zien dat sommige katten in één keer toch weer veel actiever worden. Dus dat is echt even een belangrijk puntje. Nou ja, ik ben aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat je een leuke video vond. Duimpje omhoog dan even. En heb je hulp nodig bij je kat, omdat je denkt van hij slaapt te veel. Of hij doet alsof, ik denk dat hij doet alsof hij slaapt. Is dat wel zo? Nou, wij zijn er voor je. Neem contact met ons op. En wellicht kunnen we je daarbij helpen. En ja, dan hoop ik je volgende week weer te zien. Tot dan.